Alex Pastoor, ik heb de afgelopen dagen woorden gehoord als je moet de tegenstander niet onderschatten en je weet het maar nooit. Kortom, het is weer tijd voor bekervoetbal. Heb jij jouw spelers woorden van soortgelijke strekking voorgehouden? Nee, wij hebben wat meer de aandacht gelegd op wat we met de beker willen. Wat willen jullie met de beker is dan de vervolgvraag? Het komt uiteindelijk op hetzelfde neer. Ja, die willen we wel winnen. Ik kan me voorstellen dat er 63 andere ploegen zijn die dat willen in deze eerste ronde. Hoe willen jullie dat gaan doen? Nou ja, als je de beker wil winnen, dan moet je wedstrijden winnen. Dus veel simpeler kan het niet. Nee. Nou, hoor je natuurlijk vaak de verhalen, met name in die eerste rondes, van ploegen van lagere niveaus. En de ploegen van het hoge niveau hebben daar behoorlijk vaak last mee met die ploegen van een lager niveau. Heb je daar een verklaring voor? Het hoort, de ervaring leert dat het bij het mysterie van het bekervoetbal hoort. En in dat soort wedstrijden kan de zogenaamde underdog zich vaak wat meer oprichten. En degene die favoriet is, die denkt vaak bij zichzelf en die handelt vaak naar dit moeten we wel kunnen winnen. Alleen het vertaalt zich vaak in de verkeerde dingen. Als jij je werk gewoon doet als betere ploeg, dan zul je het succes aan je zijde hebben. Doe je dat niet en laat je ergens wat liggen, dan vergroot je daarmee de kans dat je het moeilijk krijgt. Nou, klaarblijkelijk is die psychologie, die duurt al een eeuw. En verrassingen zijn van alle tijd. Dus het is maar dat je het even weet. Want dat is ook wel het fascinerende eraan, hè? Want je hoort voor elke wedstrijd dan trainers zeggen of betrokkenen, daar moeten we voor waken en we weten dat er gevaren zijn. Maar het gebeurt nog zo vaak gewoon dat alsnog dan die ploeg verrast wordt. Ja, dat is ook praktijk. Ik bedoel, je kunt zeggen je moet ervoor waken. Je kan beter je aandacht richten op wat je dan wel zou moeten doen. En een van de dingen die we besproken hebben is, wat is het doel? Nou, dat is winnen. Zoveel was duidelijk. Is het belangrijk dat we goed spelen? Nee, het gaat om winnen. Maar het is wel handig als we goed spelen, want daarmee blijf je in je ritme van goede wedstrijden. En daarmee vergroot je ook volgens mij de kans dat je hem gaat winnen. Nou, daar hebben wij de aandacht op gevestigd. Over dat ritme van goede wedstrijden gesproken. Trainers gebruiken een bekertoernooi soms ook om eens wat andere spelers aan het werk te zetten, om eens wat andere dingen te proberen. Ben jij dat ook voornemens? Ben ik nooit, nee. Dus je werkt in eerste instantie met de ploeg die we tot nu toe hebben gezien dit seizoen? Ja. Dat is duidelijk. Je zou ook kunnen zeggen, er zijn spelers die misschien wat last hebben met de belastbaarheid of voor wie het een druk seizoen is geweest tot nu toe. Heb jij in dat opzicht spelers die er na 6 wedstrijden op fysiek gebied niet optimaal voor staan? Nou, de meeste staan er wel heel aardig op. Maar dat is wel altijd een criterium en of iemand fit is of niet. Dus dat neem je er wel altijd in mee. Nou, bijvoorbeeld in Pogba, iemand die is vorige week geblesseerd geraakt. Ja, al zou je het willen, maar dat gaat niet lukken. Nee. Dan zou ik me ook kunnen voorstellen een speler als Breuer, waar je misschien op fysiek gebied wat voorzichtig mee zou willen zijn. Ja, dat kan je bij voorstellen, ja. Laten we het verder niet over een mogelijke opstelling hebben, want dat gaat nergens toe leiden, heb ik het idee. Dordrecht is de tegenstander, maakt bij supporters in elk geval iets los, die wedstrijd, is een bijzondere wedstrijd. Bereiken die sentimenten jullie ook? Die heb ik wel in de laatste competitiewedstrijd goed meegekregen. En ik snap dat die leven, maar ik wil niet dat de spelers zich daarmee bemoeien. Ik wil dat de spelers zich richten op hun taak als speler en zeker in het licht van de discussie van afgelopen week, hè, over het praten tegen de scheidsrechter, meedoen aan opstootjes. Nou, ik denk dat we dat wel aardig in de peiling hebben. Dat gaat goed en dat moet ook zo blijven. De beker, bespraken we net al, is een bijzonder toernooi. Daar wil je ver in komen. Hoe verhoudt zich dat tot jullie absolute doel dit seizoen is handhaving? Hè? Hoe belangrijk is de beker voor jullie? Het is volgens mij hartstikke slecht om dat met elkaar te gaan vergelijken. Als je aan het bekertoernooi meedoet,
dan wil je hem winnen of niet. Als je hem niet wil winnen, dan vind ik, dan moet je de eerste wedstrijd meteen laten lopen. Nou, dan riskeer je nog een boete ook. We zitten aan de andere kant, dat zei ik net al, je wil hem winnen. En als sportman wil je volgens mij elke dag de beste prestatie leveren die je ooit geleverd hebt. En als we dat met z'n allen doen, dan maken we kans om de beker te winnen en anders niet. Hoe is jouw track record eigenlijk in de beker? Dat heb ik even gepolst, ook in de groep. En die is niet zo best. We hebben in Michel Breuer iemand die een keer de KNVB-beker heeft gewonnen. We hebben in Michael Reiziger en David Mendes de Silva mensen die in het buitenland de beker hebben gewonnen. En dat was hem. Dan hebben we er nog niet eens zoveel die de finale hebben gespeeld. Ik heb hem één keer gespeeld en verloren. Dus ja. Maar al had je er al 8 gewonnen, ja, als je sportman bent, dan wil je alles winnen. En in dat vaarwater zit ik. Ja. Iets anders nog. Craig Goodwin heeft een uitnodiging gekregen voor de Australische selectie. Dat is in die zin goed nieuws dat zijn goede spel ook anderen opvalt. Ben jij er ook blij mee dat hij die invitatie heeft gekregen? Of had jij gedacht, ik had hem eigenlijk liever hier gehouden? Nou, het is natuurlijk voorlopig nog niet zo ver. En op dit moment is hij ook niet fit, dus... Ik heb het liefste dat hij fit is. En ik vind dat wedstrijden bij de nationale selecties, dat zijn geweldige uitdagingen. Dus ik vind dat die erbij horen. Ja. Het is wel dubbel, hè, want je ziet vaak, je zegt hij is nu nog niet helemaal fit, heeft hij die spierblessure, dan zal hij straks misschien net op tijd fit zijn. Vaak zie je dan ook spelers weer geblesseerd terugkomen. Zitten de clubs met de gebakken peren? Ja, daar heb ik niks aan toe te voegen, dat klopt. Nee. Maar ja, daar kun je verder ook weinig tegen doen volgens mij. Nou, kijk, er zijn gewoon afspraken over. Op het moment dat een speler wordt opgeroepen, dan kan de bond eisen dat hij komt. Al heeft hij 2 benen gebroken. En daar moet je ook, vind ik, niet mee in de slag gaan. Als een speler ergens een klacht heeft, dan moet hij dat duidelijk aangeven. Nou, als daar misbruik van gemaakt wordt, dan is dat jammer voor ons. Maar het is vooral jammer voor die speler en voor die bond. We zullen zien hoe het gaat. Craig is een verstandige jongen. En als het niet gaat, dan gaat het niet.